ik in mijn handen klap, dan is het al schoon. Of dat al in de video was gezegd, ja of nee. We gaan hier dus een nieuwe buitenbak maken. Marlies is daar bezig. Heel geconcentreerd. Nou, ik ga even de paarden voeren. Natuurlijk begin ik eerst bij Thor, want anders wordt hij boos. Dus ik heb hier een voerbakje met krachtvoer en een beetje olie. Dus dat ga ik nu even aan Thor geven. Zo, ik heb nu even X-Men, Thor en Sam krachtvoer gegeven met olie. Nu ga ik ze ook even bieten geven. En dat, Thor krijgt er meestal 3 of 4 per dag. En Sam en X-Men die krijgen er dan 2 's ochtends en 's avonds even als we naar huis gaan. Dus dat ga ik nu even doen. En ondertussen ga ik de stal uitmesten. En zoals je ziet, die vermers maken er echt een rotzooi van. Dus dan ga ik nu even schoonmaken. Oké, en nu ben ik in de stal van de poddies en ik ga het even gewoon heel even neerzetten. Oké, en als ik in mijn handen klap, dan is de stal schoon. En de stal is schoon! Wat een toeval! Kijk, tadaa! Tommy wil toch graag weer binnen, maar eerst gaat Anja even wat hooi klaarleggen. Oké, en nu zijn we lekker buiten in het zonnetje, super fijn. En we zijn de terrassen helemaal onkruidvrij aan het maken en aan het vegen. Zodat wanneer over een paar weken de mensen komen, ze weer op een lekker terras buiten kunnen zitten. En ik ben nu op het eerste terras en we hebben nog wel een paar te gaan, zoals je ziet. Kijk, Anja en ik zijn nu net klaar met deze tafel hier in elkaar te zetten. Dat ging wel goed. Ja, het ging best wel snel. Ja, best snel. Hè? We hebben natuurlijk een tafel kleine 3 kwartier gedaan. Misschien is dat ook wel heel lang gedaan, maar voor ons moet het best snel. Dus goed. Hoi allemaal. Het is nu dinsdagavond. En ik sta nu, zoals sommigen misschien van jullie kunnen zien, in de prikkeldraadwei. Dus dat is niet die tegenover de camping, maar die achter de stal, zeg maar. En ik wist niet zeker of dat al in de video was gezegd, ja of nee. Maar we gaan hier dus een nieuwe buitenbak maken. Dat is echt super fijn, dus dan hebben we natuurlijk superveel... Oh, hebben we natuurlijk meer plek. Ik word ondertussen even geweld. Door Janna. Maar dus dan hebben we veel meer plek. Dus dat is super fijn. En ja, dan hebben we ook een betere bak voor in de winter op te rijden. Dus ik had van de week al een hoop paar keer met zand met de dumper geweest. Dus dat lag allemaal hier op hopen. En hier lag een grote hoop. En zoals jullie in de timelapse die ik had gemaakt konden zien, heb ik met de shovel van het loonbedrijf alvast wat zand daar zo... een beetje gekipt, zeg maar. Zodat we dat dan strakjes, als al die grote hopen weg zijn, dat verspreid is als het ware over heel de bak. Dan kunnen we dat met de kraan goed vlakken en doen. En dan, dan kunnen we erin gaan rijden. Dus dat is natuurlijk superleuk.
hebben net alles goed neergezet voor de eerste campinggasten die weer gaan komen. En het ziet er zo, als ik het zo zie, ziet het er heel goed uit. Wat vind jij? En jij? Ja, toppie! Marlies is daar bezig, heel geconcentreerd. Wat een verschil al gelijk. Het is een late reactie, maar kijk naar deze glimmende tafeltjes. Daar zijn we ontzettend blij mee. Het glimt helemaal. En het raam wordt ook al goed schoon. Hier. We hadden daarnet een klein probleem, want het paste niet helemaal. We hebben heel veel tafels. En de kar laten we even binnen staan, omdat we niet echt plek hebben op het terrein nu. Dus we kwamen niet helemaal uit met de tafels. Dus daar in de hoek zie je er eentje staan. En de rest staat nu redelijk ver uit elkaar. Dus laat de campinggasten maar komen. Misschien kunnen jullie het daar zo zien. Maar de paarden mogen weer voor het eerst de wei op voor een uurtje. En zoals jullie kunnen zien zijn ze ontzettend blij. En ze is allemaal aan het rennen. X-Men staat er ook bij. Vooral de jonge paarden zijn er blij mee. Dus ik weet niet of jullie het kunnen horen, want we zijn veel bezig. Maar ze zijn ontzettend blij dat ze weer op de wei mogen. Hey, dit is een cleaner, by the way. Kijk hoe mooi het verschil. Zullen we hem toch maar eerst daar nemen? Wow. Moet ik helpen? Soepel dat gaat. Goed bezig. Yeah. Hebben jullie eigenlijk geklopt vandaag? Maar één deel. Oh. Ik ook niet. Ik ga even een consultatie nodig, Marlies. Sorry. Hallo. Het is wel heel erg passen en meten. Kijk jongens. Hoe krap je is. Het past maar net. Maar het past. En die gaan we hier neerzetten. En ze gaan draaien. Dat is hun manier van werken. Goed zo. En ik ben hier voor de mentale support.